Welkom bij een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Vorige week waren we bij Annemarie van Dam op bezoek en vandaag zijn we bij tuinvereniging Ons Buiten in de tuin van Richard. Hij is hier ooit begonnen met een moestuin, maar of we het zo echt nog kunnen noemen, dat durf ik niet te zeggen. Daarom gaan we bij hem op bezoek en kijken wat voor moois hij ervan heeft gemaakt. Hallo Richard. Goedemorgen. Hallo. Nou, we staan hier bij de ingang van jouw bijzondere tuin. Ja. En hoe lang geleden ben jij met deze moestuin begonnen? Ongeveer 24 jaar geleden. 24 jaar geleden. Ja. Nou, inmiddels denk ik dat we het geen moestuin meer hoeven noemen. Niet meer. Het is meer een soort van ontdekkingsbos. Ja, voedselbos. Ja, voedselbos inderdaad. Dat is een beetje... Dat past wel bij de moestuin. Ja, precies. Oké, nou, kan je ons meenemen de tuin in? Dat kan altijd. Ja, er is weinig ruimte meer voor groente of dat soort dingen. Maar je hebt wel nog wat eetbaar groen verstopt, hè, hier en daar. Ja, dat is zeker. En als je een beetje boven je hoofd kijkt, het is wel een beetje inimini. Zie je wat kiwi'tjes hangen. Een kiwi, wat leuk. En hierboven. Ja, prachtig. Alleen jammer genoeg van weinig zon. Maar ze zijn toch nog een beetje goed gegroeid. De grootste. Wauw. En we hebben nog frambozen. En deze frambozen is eigenlijk een herfstframboos. Oké. Dus nog vrij laat. Maar daar hang nog best wel aan, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk allemaal voor de vogels nu. Ah, oké. Af en toe snoep je er eentje, maar de rest is voor de vogels. Ik denk ook dat het wel echt een goede tuin is voor vogels en insecten, of niet? Ja, ik probeer het zo te creëren dat elk vogeltje wel een schuilplekje hebt om te nestelen. Op de bodem zijn het ook vaak kleine diertjes die allerlei plekjes hebben. Dus eigenlijk wel één grote insectentuin is het wel geworden. Ja. Niet allemaal inheemse planten. De bananen zijn natuurlijk niet inheems in Nederland. Maar... Die is Japans, denk ik. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook fijn als je een combinatie hebt van inheems en ook dingen die speciaal zijn die je leuk vindt. En dat moet ook goed kunnen, toch? Moet goed samen kunnen. En hij bloeit zelfs. Ja, dat is voor het eerst nu in 4 jaar tijd. En ik was er heel dolgelukkig mee. Alleen een beetje te laat op gang gekomen, anders had hij misschien wat groter geweest. Maar het idee dat je hem open ziet gaan, dat je dan die bloemetjes ziet, daar komen gelijk de bijtjes op af. Heb je daar ook bijen op gezien? Ja. Oh, wat leuk. Ja, gelijk bij het begin al. Dus ondanks dat hij niet van hier is, hebben de bijen er toch wel plezier mee. Ja, ja toch nou, wel. Hartstikke goed. Ja. En ja, verder, ik heb niet zo heel veel plukfruit staan. Want de pruimenbomen zijn natuurlijk leeg, de perenbomen zijn leeg, appelbomen zijn leeg. Ja. Maar het zijn niet de aardbeidjes die je verwacht in een moestuin, zeg maar. Of de pompoenen. Pompoenen. Nou, die komen er ook nog wel eens tussendoor. Oké. Gewoon voor de grap. Oh, leuk. Want je hebt natuurlijk overal plekjes gecreëerd dat je omhoog kan lopen. Je kan hier op het dakje lopen. Het doet me een beetje denken aan de buitenversie van Burgers Bush in Arnhem. Ja, je kent dat. Ja, zo'n jungle. Ja. Ik wou dat ik de ruimte had, maar... Ja, want hoeveel vierkante meter is jouw tuin? Dit is 290. Oké. Okay. Nou, we hebben net al een beetje een rondje gelopen. En dan heb je eigenlijk het idee dat je echt door een klein bosje loopt. Ja. Dus je hebt eigenlijk niet meer besef van de vierkante meters. Nee, totaal niet. Oké. Okay. Het lijkt ook groter, omdat je natuurlijk overal een soort... Kronkelpaadjes gemaakt heb. Dan lijkt die tuin misschien wel dubbel zo groot. Maar dit is het eigenlijk een beetje. En ik hoor kipjes. Ja. Zullen we die kant op gaan? Ja, als je die wil zien. En heb je nou ook nog een aantal favoriete planten waarvan je zegt van, nou, daar ben ik echt... Ja, maar die hebben eigenlijk al gebloeid. Ah, oké. Het zijn een beetje meer de familie van de arenskelk. Oké. Okay. Aralia's, het zijn weer de Duitse wandelstok, maar... Wel allemaal van dat soort gekkigheidjes. Ik hou van aparte bloemen in de tussentijd. Dus je moet ervoor weer zorgen dat je bodem weer goed is. En dus ik ben constant aan het piekeren. Van doe ik het goed met de bodem? En dan ga je weer koekelen. En ja, zo doen. Dan ga je iedere keer weer slag verder. Dus je bent gewoon eigenlijk voor ieder projectje kijk je weer van... Oh, wat heeft deze plant nodig? Ja. Wat moet ik daarvoor doen? Precies. En zo ben je dus ook altijd je tuin aan het veranderen, want... Constant. Je hebt hier 24 jaar over gedaan, maar het blijft veranderen. Ja, constant. Elke dag weer. Want ik heb hier nu alweer nieuwe ideeën voor dit stukje hier. Ja. Het is nu natuurlijk wel leuk hoe het eruit ziet, maar ik vind nog te weinig planten op deze plek. Ja. Dus mijn bedoeling is hier om hier weer een soort traptreden te gaan maken omhoog. Ja. En dan kan je natuurlijk veel meer planten kwijt. Ik kan weer andere soorten planten gaan doen.
Want je bent deze manier echt begonnen omdat je dacht van, in zo'n vlakke tuin, ja, daar kan je ook maar zoveel planten op kwijt. Terwijl als ik de hoogte in ga, kan ik meer kwijt. Precies. Nou, dat is je goed gelukt. Dus ja, ook gewoon heel simpel met een waterbakje voor de muisjes, vogeltjes, alles wat er leeft. En je let overal een beetje op. Ja, dus dit is eigenlijk een speciekuipvijver, toch? Ja, het is gewoon een cementkuipje. Nou, hartstikke mooi. Dus ook aan deze kant, waar je het niet meer ziet. Nee. Daar zie je het niet meer. Oh, die zijn helemaal verland eigenlijk al. Ja, dit is gewoon een soort cementkuipje waar geen voeding in komt. Dus alleen maar turf en dat soort dingen. En dan laat je het maar een beetje ontstaan. Leuk. Zie je het ook met zo'n leuke lavasteenblok waar zo'n mosje op groeit. Een heleboel kleine verschillende klimaatjes. Ja, best wel ja. Nou, we gaan even bij de kipjes kijken. Ja. Kruip door, sluip door. We lopen nog door het oude huisje heen. Ah, leuk. Dus dat heb je laten staan om ook weer planten overheen te laten groeien. Ja, en toch een beetje het oude idee van vroeger zoals de tuin was. Want dat was een beetje de diepte. Oké. Ja, je bent flink de hoogte ingegaan inderdaad. Dus hier ben je ook weer met andere kiwis bezig. Ik zie toevallig hier nog wat hangen. Dat zijn kiwibessen. Oh ja, die zijn hartstikke lekker. Dus zodoende ben ik op een gegeven moment, omdat het hout heel erg ging verrotten hier zo. Ja. Toen dacht ik van, laat ik dan alvast een paar jaar een kiwi groeien. Dan kan die zo oversteken. Ja, wat goed. Dan wordt het weer een houvast. Ja, toevallig hier nog. Oh, prachtige paddenstoel inderdaad. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, je werkt heel veel met hout voor je trapjes en afzettingen en zo. Ja, allemaal hout wat iedereen eigenlijk weggooit. Ja. Oh, dat bedoel ik. Ja, je ziet zelfs zo'n oude masker, dat is, wordt ook opgenomen door de zwammetjes. En... Hartstikke mooi. Dus het is één grote kringloop hier. Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon een grote biotoop eigenlijk. En ik durf het bijna niet te vragen, maar we hebben het wel eens over onderhoudsvrije tuinen of onderhoudsarm. Dat vinden mensen prettig. Ja. Hoe zit jij qua onderhoud? iedereen denkt van dat ik hier eigenlijk niks doe in de tuin. Omdat het zo wild is? Ja. Ik zou juist denken dat je heel veel moet doen. Ja, maar heel veel mensen denken toch anders. Oké. Interessant. En dat komt ook om, ik zie gewoon eigenlijk veel te veel dingen om me heen. Ja. Die denk van, dat moet leuker en dat moet leuker. Dat moet een beetje natuurlijker worden. Ja. Dat zijn voor mij allemaal kleine ingrepen. En voor een ander is dat natuurlijk weer een hoop werk. Ja. Dus ik zou het niet kunnen tekenen. Nee, dat snap ik. Maar ik denk dat je vooral eigenlijk meer een beetje cosmetisch bezig bent. Dus van, hier staat misschien iets te veel, daar iets te weinig, plantje erbij. Ja, precies. Okay. En ben je hier iedere dag? Elke dag. Elke dag uit werk. Nou ja, het is wel echt een heel fijn plekje om te zijn. Dus ik snap wel dat je hier... Ja, dit is gewoon mijn vakantieadresje. Dus je gaat niet op vakantie? Nee, echt niet. Ja, het zijn ook de kleine dingetjes. En dit is gewoon jute. Dit is een jaar oud. Ja. En dat is gewoon heel leuk om dingen mee op te binden. Maar als je het dan op een gegeven moment strak weggezaagd zijn, dan ontstaat dit na een jaar. Het geeft alweer... Beetje een natuurlijk gevoel. Ja, het past gewoon bij het geheel. Ja. Richard, vorige week hadden we het over composteren. Ja. Een bos maakt natuurlijk zijn eigen compost. Zeker. Heb jij veel behoefte aan compost? Heb je nog ergens een composthoop? Of laat je gewoon je tuin het allemaal zelf doen? Ja, ik heb zelf geen composthoop in de tuin. Geen ruimte eigenlijk. Nee. Maar wat ik eigenlijk doe met onkruid. Ja, wat is onkruid? Maar alles wat ik uit de grond trek, dat gaat of ergens op een dak of het komt ergens op een takkenrail terecht. Ja. Dus het komt altijd wel weer terug in je tuin. Dus je hergebruikt het eigenlijk meteen direct in de tuin alweer? Elk takje, elk blaadje, alles eigenlijk, ja. Nou, als je nou niet zoveel ruimte hebt in de tuin, dan zou je ook nog van een bokashi-emmer gebruik kunnen maken. En Annika keek daarnaar met Annemarie en daar hebben we nog een filmpje over. Als je nou eigenlijk alleen keukenafval hebt, of je wilt je keukenafval makkelijk verwerken, dan kun je ook een bokashi-emmertje nemen. Dat zijn deze. Dat zijn deze emmers. En dan composteer je het daar niet echt in, maar je fermenteert het gewoon zonder zuurstof erbij. Je maakt er eigenlijk een soort zuurkool van. En die kan je dan uiteindelijk ook weer gebruiken om je planten in potten of in de tuin te voeden. Ja. Hoe ziet zo'n emmer eruit? Ja, er zit dus een deksel op dat goed afsluit. Oh, deze is leeg. Ja. Deze is leeg, ja. Dan zit er dus een hele ruimte in, 15 liter of zo, of 10, waar je je keukenafval in kan doen. Dan zit er een soort zeef in en daaronder zit een ruimte waar het lekvocht
uit kan lekken. En dan zit er hiervoor een kraantje waar je dat lekvocht uit kan tappen, want dat kun je ook weer gebruiken. Nou, dan, hoe gebruik je dat? Ja, deze die is al best wel vol, maar daar kan nog wat bij. Oh ja. Ja. En ik heb op mijn aanrecht zo'n bakje. Zo'n compostverzamelbakje staan. Daar gaat al het keukenafval in. En dat leeg ik dan in de bokashi-emmer. Dan doe ik er zemelen bij. Die zijn geënt met de micro-organismen. Daar zitten dus al organismen daar, in? Die zitten daarop, okay. Ja. Dat en dan een beetje zoals oregano op de pizza. Zeg maar. Het ruikt niet naar pizza. Het ruikt een beetje zuurig. Het stinkt niet naar rot of zo. Eigenlijk ruikt het heel weinig. En dan doe ik hem weer dicht. Nou, wij zijn met z'n viertjes hier in het huishouden. En na 2 weken is bij ons die emmer vol. En dan laat je hem nog 2 weken dicht. En dan fermenteert het verder en dan kun je dat spul gebruiken. Dus de inhoud van die bak kun je dan gebruiken. Bijvoorbeeld door potgrond mengen. Dan moet je het nog even laten staan. 2 weken. En dan kun je je planten erin zetten. Of in de tuin door de grond mengen. Dat kan dan vaak in het voorjaar makkelijk. Oh ja, dan moet je het even omwoelen. Ja. Of je kan het, bijvoorbeeld als je een volkstuin hebt, of iemand anders waar je het wil doen, naartoe wil brengen, dan neem je gewoon die emmer mee en dan stort je het daar. Op de compostdoos. Bakje eronder, windje open. Nou, zo heb ik genoeg voor een hele emmer, want je verdunt het 1 op 100. Gebruiken voor je planten. Nou, daar kan ik dan zo de planten mee water geven. Richard, je hebt allerlei verschillende soorten hegjes, hagen, erfafscheidingen. Ja. Je gebruikt verschillende technieken of heb je misschien nog een techniek waar je voorkeur aan geeft? Technieken. Dat begrip is bij niet zo. Gewoon doen. Ja, ik heb altijd zoiets van als je iets omhoog wil, dan zorg je dat de onderkant wel stevig is. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Want al het gewicht gaat naar beneden toe. En dan kun je gewoon luchtig gaan bouwen met alle materialen. Met stammen, hout, takken, plat. Ja. Alles eigenlijk. Ja, het ziet er mooi uit. Je krijgt echt een beetje 3D in je tuin, zeg maar. Ja. Ja. Nou, de herfst is uitermate geschikt voor het aanleg van heggen. En dat een heg niet alleen maar uit één plant hoeft te bestaan, dat zien we in het Matilo Park. Waar Annika met Frank op zoek gaat naar de vlechtheg en daar alles over vertelt. Nou, lieve kijkers, daar staan we in Leiden in Park Matilo. Nou, dat is het werelderfgoed nieuwste stukje Leiden. Dus het is een historisch park met heel bijzonder Romeins erfgoed. Maar ik ga naar iets heel anders kijken vandaag, namelijk helemaal niet archeologisch, namelijk naar vlechthagen. En Frank Kalshoven gaat me daar meer over vertellen. Maar ik zie nog geen hagen. Waar vind ik die? Nou, dat is dichterbij dan je denkt. Ooit heeft jullie steeds nog geklaagd dat er in Nederland zoveel vlechthagen waren waar hij gewoon niet doorheen kon komen. Dus het is zo'n schermaat stukje defensie? Het is niet echt heel erg op de plek, maar die deed wel heel erg Romeins. Nou, dus dit is hem. Waarom staan we hier precies, deze haag? Dit is de plek van de vlechthaag. Hoe kan je dat zien? Hè? Eigenlijk gewoon kan je het zien door de vele soorten struikjes. Hier bijvoorbeeld een roosje, hier een meidoorn, daar een Spaanse aak. Allemaal dingen die door elkaar geplant zijn. En het leuke is, als je goed kijkt hier beneden, is die keertje afgehakt. Hij is een keertje half ingehakt met een groot mes en toen omgevouwen. En daar in elkaar gevlochten. Dus echt een hele sterke haag geworden. En dan weer met andere struiken vervlecht eigenlijk. Het leuke is, door die meerdere soorten is het ook een hele leuke plek voor beestjes, vogeltjes, insecten. En hij is natuurlijk ook heel sterk. Als er eentje uitvalt, wordt het gewoon door de andere overgenomen. Stel, de roos doet het heel slecht een keertje. Er komt de ziekte in. Dan gaat die Spaanse aak en die meidoorn, die gaat het gewoon overnemen. Die groeien weer in elkaar. Eigenlijk is het een hele makkelijke haag als die er al staat. Onderhoudsarm. Ja, dat weer niet. Weet je, het is best lastig. Want het is de meidoorn stekelt, de roos die stekelt. Het is echt een haag om echt dingen tegen te houden. Dat was ook ooit de gedachte om de Romeinen tegen te houden.
Ja, weet je, maar je zegt altijd Romeins. En ik denk, eigenlijk is het dan eerder Germaans of zo. Of zeg ik nooit heel raars. Nee, helemaal gelijk eigenlijk. Romeinen gebruiken het ook. Nou, de Romeinen die kwamen er tegen. Ja, en die konden er niet doorheen. De Caesar die klaagde over de vlechthagen in Nederland. Ja, ik vind het echt heel tof. We hielden hem echt heel erg. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hier niet zomaar doorheen komt. Ook met je zwaard, dus je moet flink houden. Ja, dat is wel een beetje mijn lievelingshaag dit. Dus door de verscheidenheid en door het verhaal erachter. Al die stekeltjes, ja, die gaan niet snel doorheen lopen. En hij is ook dus heel sterk. En ja, dat maakt het heel leuk. Je ziet hier, hè? Besjes, ja, rozenbottels. Altijd leuk voor de jeukpoeder te maken. Ja, maar dit is wel een beetje het idee. Hè? Dus al die dingen door elkaar heen. Maar het is altijd heel veel werk. Ja. Maar je kan wel leren hiervan, hè, dat je eigenlijk veel meer dingen kan doen dan alleen maar een simpelweg een haag planten. En je kan best wel dingen uitproberen. Hè. Doe eens een keertje een roos als haag. Doe eens een keer een meidoorn als haag. Hè. Of een esdoorntje als haag. Maar je moet een beetje loskomen van de strak geschoren hagen. Van de buksusjes. Ja, daar heb ik helemaal van. Daar is eigenlijk helemaal weinig leven in. Ja, de spinselmot, geloof ik. Hè. Oh ja, nee, die wil je juist niet. Dus nee, je beter een roos hebben. Voor mij moet je kijken. Ja. Laat even los, hè, de vaste haag. Ga dingen proberen. Ga naar het tuincentrum en kijk wat ze voor leuke heesters hebben. En vraag of je daarmee kan gaan vlechten. Of gewoon meer een lossere haag kan maken. En het vele werk, je moet het vaak snoeien? Of? Nou, om te beginnen moet ik hier eerst dat gaan vlechten. Ja, dat vlechten is... Dus moet je met dat grote mes, je moet het dus inhakken. Ja, ja. Inhakken, niet helemaal door, dat hij een beetje nog vast zit. Scheef leggen, in elkaar gaan breien eigenlijk. En hij is wat ruw. He, die kan niet, je moet af en toe gewoon eens met kijken wat je eraf wil hebben en dat eraf knippen. Ja, maar er kan dus ook weinig fout gaan. Dus je kan het niet echt fout doen. Ja. Dus dat is dan wel weer een heel groot voordeel. Dat maakt hem dan eigenlijk ook weer heel makkelijk. Maar het is heel makkelijk en ook heel vrolijk. Ja. Ja, want de ene keer zit er een keer een roos bloeien of een rozenbottel, de andere keer weer die meidoorn. Je hebt altijd wat kleur in je haag, zodat hij wat langer kan groeien. En dit is door het hele park? Ja, dit is een haag die alleen maar staat eigenlijk om de stadstuinen heen. En eigenlijk een beetje een soort ding dat mensen heel leuk vonden. De stadstuinder zelf wilde heel graag een natuurlijke haag. Door het Romeinse aspect vonden ze het eigenlijk nog leuker. Dat vlechthaag, Julius Caesar, werd het nog leuker eigenlijk. Dus zelf hebben ze dat aangeplant, maar ook gevlochten. Ja. Ik denk dat het park Materlo een jaar of 10 geleden is opgeleverd. Toen is ook de haag geplant. En denk eerst geplant en denk het, waarschijnlijk het jaar daarna is denk gevlochten. Gaaf, indrukwekkend verhaal. En het is inderdaad een flinke muur zo. Ja, het is een beetje wat je zelf wil. Want hier, daar zie je weer, bij de entree is hem ietsje korter gehouden. Ja. Dan kan je hem best wel wat strakker maken. Maar weer wat ruwer, dan moet je hem wat minder knippen. Ja. Je kan er een beetje zelf een beetje mee spelen met je haag. Wil je hem hoog en ruw en bloemrijk of wil je hem wat strakker en wat minder bloem? Nou, dat was een enorm leerzame nieuwe blik op de hagen. Als verdedigingsbolwerk, als Oud-Germaans of Romeins erfgoed. De rozenbottels, de biodiversiteit. Dus ik heb heel veel geleerd. Nou Richard, we staan hier bij een prachtige vijver. Ja. En je hebt allemaal verschillende biotoopjes in je tuin. Ben je nou 24 jaar geleden begonnen met een vast plan? Zo van, nou, dit heb ik in mijn hoofd, dit moet het worden? Of is het gaandeweg een beetje ontstaan? Ja, ik had wel een basis. Dus vooral met kronkelpalen en dat soort dingen. Maar sinds de laatste, is het 8, 9 jaar, is het insectenbestand heel erg slecht geworden in Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar probeer je een beetje in te verdiepen. En zodoende is het eigenlijk een beetje geworden zoals het nu is. Dat er voor elk beestje wel een biotoopje is. En dat alles hier terecht kan. Ja. Nou, Dillis ging deze week met Robert naar de Zeeheldenbuurt om weer een nieuwe tuin te ontwerpen. En dan hebben we nu natuurlijk al mooi inspiratie opgedaan hoe het er misschien over 24 jaar uit gaat zien. Maar we gaan eerst kijken hoe ze gaan beginnen. Hallo en welkom in de Zeeheldenbuurt vandaag. Ik zit hier met Maartje. Hallo. Hallo Maartje. Dag. En we zitten hier bij jou in de tuin. Ja. En waarom zijn we hier? Ik zal jou eerst eens vragen om wat over jou te vertellen en je gezin over je huis. En dan komen we pas aan bij je tuin, denk ik. Ja, dat is goed. We zijn hier, denk ik, 3 jaar geleden komen wonen ongeveer. En hebben toen dit huis gekocht met een hele mooie grote tuin erbij. Maar het huis moest gerenoveerd worden, dus daar zijn we mee gestart. Dat heeft 2,5 jaar geduurd, dus dat is nu zo'n beetje af. En nu gaan we met de tuin beginnen, want die is helemaal betegeld en daar mag wel wat meer groen in. Ja, precies. Ja. Dat horen we graag bij Jaar van de Tuin. Je huis, nou dat is niet zomaar een huis. Die is nog genomineerd geweest voor het duurzaamste huis van Nederland. Ja.
Dus dan mogen we veronderstellen dat de tuin ook niet zomaar een tuin wordt. Degene die daar meer mee kan, daar veel over kan vertellen, is degene die de schets, die het ontwerp gaat maken. Ja. Dus ik laat mij vervangen door Dillis. Nou, we zijn hier in jouw hartstikke grote tuin. En kan je mij misschien vertellen van wat is er allemaal belangrijk voor jou hier zo? We vinden het belangrijk dat er veel groen inkomt. Dat we een terras hebben, wat deels in de zon ligt, deels in de schaduw. Dat het ook goed is voor de kinderen, dat ze plek hebben om te spelen. En dat we ruimte hebben voor een schuur en een fietsenstalling. Dat zijn denk ik de belangrijkste wensen. Dat zijn de belangrijkste dingen. En wat vinden jullie mooi? Want, houden jullie meer van ronde vormen of houden jullie meer van rechte lijnen? Ja, ik denk dat bij het huis wel wat meer de rechte lijnen beter passen. Omdat het allemaal wat hoekig al is. Ja, de planten zijn sowieso rond natuurlijk. Dus dat, ja, mooi. Ja, inderdaad, ja. Wat je mooi zegt. Hè? Soms kun je inderdaad mooi bij de huis kun je eigenlijk de rechte lijnen kun je ook toepassen. En dan zorgen eigenlijk de planten meer dat de lijnen worden verzacht. Ja. Dus ook al heb je rechtere lijnen in je tuin, betekent niet gelijk dat het heel erg modern en strak wordt. Maar als je kiest voor wilde beplanting, heb je nog steeds een hele natuurlijke tuin die gewoon natuurlijk oogt. Ja, leuk. Dus we kunnen gewoon samen eens gaan kijken van wat we allemaal kunnen doen om jullie wensen gewoon ook in de tuin te gaan passen. Dus ik heb eigenlijk al een schets heb ik hier zo gemaakt. Eigenlijk is dat om te beginnen is eigenlijk belangrijk om groen dicht bij huis te hebben. Dus eigenlijk vanuit de ramen waar je raam hebt, dat je dan eigenlijk kijkt op groen. Vaak hebben mensen iets van, oh ik heb een terras en dan zetten ze daar mooi meubilair in. Maar dat betekent eigenlijk dat je het hele jaar naar tuinstoelen aankijkt. En ik denk dat je dat niet wil met je tuin. Nee. Dus daarvoor hadden we bedacht om eigenlijk om al hier zo een border te creëren. Zodat je daar uitzicht van hebt vanuit jullie eettafel. Ja. En dat je hier zo een border hebt, zodat je ook vanuit de keuken kijkt, ook op de border. Dicht bij de keukenraam maken we eigenlijk een kruidentuintje. Zodat is altijd makkelijk van als je gaat koken en je hebt iets nodig, wil je die zo dicht mogelijk bij je hebben. Dan dacht ik in het midden om daar mooi dan een speelplek te maken voor de kinderen. Dat je eigenlijk van elk punt van de tuin de kinderen wel goed kan zien. Dat is fijn. Dan in een hoek daar, waar het meeste schaduw is, daar een schuurtje te maken. Hè, dat is dan eigenlijk een beetje de dode hoek, maar die kan je dan mooi, kan je daar de praktische spullen kan je opslaan. En dan hier zo, daar zo is het eigenlijk een goede plek om de overkapping te maken voor jullie fietsen. Die is dicht bij de poort, kan je mooie fietsen stallen en eventueel de bakken kwijt. En dan aan de overkapping ook de pergola te maken. Dus dat je als eerste een schaduwplekje hebt, toch? Ja. Die je ook nog mooi kan laten begroeien. Ja. En zeggen dat het eigenlijk wat prettig is om ook bij je terras ook groen te hebben. Zodat je omarmd wordt ook door planten. Ja. En wat vinden jullie nog mooi qua kleuren voor de beplanting? Je wou er wat minder van roze en paars, maar dingen als geel en blauw en rood, dat vinden we wel hele mooie kleuren. Dus dat, beetje veldbloemenkleuren, dat soort. Dus ik word dan echt duidelijk toch wat meer van primaire kleuren om die toe te passen. Ja, dan had ik al eigenlijk wat opties, dacht ik, van wat zijn dan planten die daarin passen. Nou, bijvoorbeeld als je voor geel gaat, een goede, hele goede vaste plant is een Rudbeckia. Bloeit heel lang, van augustus tot de eerste vorst, de zonnehoedjes. Okay. Dus dat is wel eentje die je zou kunnen toepassen. Als we het hebben over blauw, kan je bijvoorbeeld de dropplant. De dropplant heeft mooie aren, die bloeit dus mooi blauw er tegenaan. Yeah. En weer een rode tint heb je bijvoorbeeld de helenium. Die gaat nu ook bloeien, gaat een beetje rood-bronsachtige kleur. En voor het geel dacht ik, is het misschien een vlinderstruik. Dat ken je misschien van de blauwe aren. Ja. Maar die heb je dus ook mooi in het geel met een soort gele bolletjes. Bloeit ook een maand of drie en dan trek je heel veel bijen en vlinders ook aan. Oh, leuk. Ja. En nog in een blauwe tint hebben we ook een Amerikaanse ring. Die is ook wintergroen. En het bloeit dan mooi blauw, ook heel veel bijen trekt die aan. En we dachten nog aan een mooie rode klimroos misschien tegen die witte muur ook aan om het op te breken. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Ja. En hoe zit het nu met jullie waterafvoer? Nu gaat alles nog gewoon via de regenpijp de grond in. Maar we willen eigenlijk wel een regenton neer gaan zetten. Ja. Juist ook om alle plantjes water te kunnen geven. Ja, is dat een goed idee? Is heel erg makkelijk. Je kan makkelijk een aansluiting maken op een mooie regenton en plaatsen. En die kan je daarna gebruiken voor als er te weinig vocht is om de planten water te geven. Ja. Dus wat vind je daarvan? Ja, ik vind het een mooi idee. Ik vind het leuk met die borders in het midden van het gezonde. Daar hadden we zelf nog niet over nagedacht. Maar dat vind ik wel, dat breekt wel mooi, denk ik. En leuk om tegen je eigen planten aan te kijken. Ook vanuit het huis. Ja. Fijn. Dus leuk. Ik vind het mooie plannen. Wow. Je kunt aan de slag dan. Zeker. Ja, ja. Nou, Richard, we zijn doorgelopen naar de tuin van de buurman. En daar zien we al een beetje dezelfde stijl terugkomen als jouw tuin. Ja. Dus jouw buurman die keek zo eens naar jouw tuin en die dacht, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja, hij zag gewoon veel verschillende bloemen, houtsoorten, stammetjes en ja, noem maar op. En dat sprak zijn vrouw heel erg aan. En hem zelf ook natuurlijk. Ja. Hij is ook echt een natuurmens. Ja, zodoende is het qua wat je in de lucht ziet aan boomstammetjes, kabeltjes en
boomstammetjes op de grond voor de insecten. En ja, het komt het wel aardig in de buurt. Ja. Dus jullie gaan als een olievlek verspreiden jullie over het moestuincomplex? Ja, ik hoop nog steeds verder, hoop ik. Ja, het is denk ik wel een hele mooie tuin om mensen te inspireren. Vooral ook, jullie trekken een heleboel bestuivers aan. Ja, dat is alleen maar goed voor de rest van het complex natuurlijk. Ja, voor alle vruchtbomen die worden bestoven. Ja. Fruit. Ja, dat is wel toch een soort besloten gebied. Maar waar toch een hoop gebeurt waar wat mensen eigenlijk niet zien. Ja. Dus dat... Ja, het is echt een mooie ontdekkingsplek. Ja. Ik zou hier nog uren kunnen wandelen en ik hoop dat ik zo meteen nog een rondje kan maken. Heb je nou een vraag, iets leuks in de tuin, wil je je eigen tuin laten zien, tips, weetjes, noem maar op, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar jaarvandetuin@leiden.nl en wie weet zien we dan jouw tuin of jouw tip ook terugkomen in onze uitzending. En voor nu wens ik je heel veel plezier en zien we je volgende week.